Nieuwe principes en ideeën ten aanzien van huisvesting en verzorging van bejaarden vinden zowel in architectonisch als sociaal opzicht gestalte in het wooncomplex De Drie Hoven in Amsterdam-Slotervaart. Dat geopend werd in tegenwoordigheid van de ontwerper, architect Herman Hertzberger, door minister Vorink. Ik heb de stellige overtuiging dat De Drie Hoven en de huidige en de toekomstige bewoners in staat zal stellen om iedereen datgene te bieden waartoe hij in staat is. Er is vooral geprobeerd de bewoners zoveel mogelijk gelegenheid te geven tot sociaal contact. Daartoe zijn op tal van plaatsen aan gangen en pleintjes ruimten gecreëerd voor gesprekken of het samen drinken van een drankje. In het complex zijn zowel een verzorgings- als een verpleeghuis ondergebracht. En in dat laatste werden voor langdurig zieken 4, 2 of 1-bedskamers ingericht. Het verzorgingstehuis telt ongeveer 250 aan binnenstraten gelegen wooneenheden met portieken die noden tot een buurpraatje. De kamer van elke flat heeft een venster dat op de binnenstraat uitkijkt. En omgekeerd is natuurlijk ook inkijk mogelijk. In De Drie Hoven zijn behalve een kapsalon ook winkels, een wasserette, een bibliotheek en giro- en bankfilialen ondergebracht. Voor de mannen is er een biljartzaal, die overigens ook door de vrouwen niet geschuwd wordt. Ja, nou gaat hij. Een bijzondere faciliteit is het café met een bar, waar de bewoners niet alleen een drankje, maar ook gezelligheid kunnen vinden, te midden van medebewoners en verzorgend personeel. En er wordt heus niet alleen suikerwater geschonken. Het terrein om en tussen de verschillende delen van De Drie Hoven is opengesteld voor iedereen. Zo ontstaat er gemakkelijk contact met de buurtbewoners en kan het isolement, dat nog tal van bejaardencentra kenmerkt, worden doorbroken.